entschauen? Nee, aber ja, was gut, mein Spati. Irgendwie war's gut auf. Innen, schau mal, komm, komm. Wie leid das mal. Did you just shoot this innen? Is your bag back for school? Please go back again. Good, good, good. Don't be late. Shana? Sandra? Mission glasses, Shana. Mission glasses, you know? Nee, ek is al wakker. Ek is al wakker, nee. Okay, let jy jou dag op voor jou. Okay, look in your bag. Wat die dag is in jou gebeurtenis? Wees jou school kan? Nee, donderdag is school. Donderdag is school. 9 woensdag? Okay, 9 woensdag. Sien jou dag. Dankie dat jy verbeide in jou kan. No ways, ek praat nie vandag met haar nie. Sorry. Sjoe, please, I make polish, please, Lisie, jou menpaal kleren, my kind, jy moet dit nie vergeet vandag nie, I've got it out. I'm extremely late, I've made polish, please, if you can put the washing on the line. Okay, bye, I'm going. Bye, Uncle!
Meer maar niet uit het nou. Thank you.
binnen die raamwerk van ons als groot kerkfamilie is daar weer kleine families. Kom ons noem dit sub-families. Vandaag het ons een sub-familie van verpleegsusters hier. Dit is slechts een voorbeeld van die sub-families waarin ons dagelijks functioneer. Buiten ons dagelijkse activiteite in ons huise en by die kerk is vrouwe ooral in hulle onderskeie sub-families bezig om hulle waardes en geloof uit te leef. Ooral word daar gepoog om die liefde van God aan een honger en doorsterwe te demonstreer. Vrouwe en mans probeer hulle bes, maar die wereldse uitdagings word al hoe meer en die pas al hoe vinniger. Mense voel toenemend oorweldig en in die dode gejaag begin hulle hoop verloor. Dit raak toenemend belangrik dat ons wyse besluite neem, dat ons onself nie onnodig met selfopgelegde take oorlaai nie. So dikwels is dit die belangrikste prioriteite, ons God en ons gesin wat ons afgeskeid. Vandag bring ons nie hulde aan verpleegsters en moeders nie. Vandag wil ons elke vrou en elke jong dogter, sommer elke kind van God, wat in hulle onderskeie sub-families besig is, om hulle eie stryd te stryd, vereer en bemoedig. Doen in alles wat jy aanpak, jou beste, terwille van God. Moenie onnodige dinge aanpak wat jou tyd met God en jou gesin van jou afweg steel nie. Gee hulle dit in jou winter, maar doen dit onder Godse leiding, en klauw hom vast. En wanneer jy oorweldig voel, onthou, jy is besig om deel te neem aan Godse grote plan, en hy roos jou nie met aan.